including taurine, for instance, an essential amino acid which your cat needs regularly to keep his eyes bright and healthy. Whiskas zit dus vol met alles wat een kat nodig heeft en waar ze echt dol op is. Katten weten instinctief wat goed voor ze is. Als het aan de kat lag, kocht ze Whiskas. Overal in de wereld springen de mensen van Artsen zonder Grenzen moedig en vastberaden in de bres voor andere mensen. Ze laten zich op het terrein door niets tegenhouden en verdienen dan ook je aandacht en onze steun. Daarom draagt Texaco de tweede Texaco Crusade aan hen op. Bezaaid met hindernissen die herinneren aan het werkterrein van Artsen zonder Grenzen. Ook dit jaar wordt het een groot avontuur voor een groot doel. Texaco Crusade, ten voordele van Artsen zonder Grenzen op 14 en 15 september van Brussel tot Langklaar. De overzalige chocolademits van Balzen loopt over van de chocola. Chocolademits van Balzen. Zo zalig. Voor mij is always, bestaat er niet, niks anders meer dan Always Ultra. Arlinda Miaans heeft de uitzonderlijke eigenschappen van Always Ultra ontdekt. Het ergste als aerostess wat me kan overkomen is dat ik tijdens een lange vlucht me niet goed voel. Denk dat, dat ik me niet goed beschermd voel. Always Ultra geeft mij een heel zuiver, droog gevoel van bescherming. Always Ultra met dat unieke inrichtingsbovenlaagje Dryweave is een van de dunste maandverbanden. Maar in tegenstelling tot sommige gewone maandverbanden absorberen en houden de inrichtingsbovenlaag van Always en zijn opvangkern het vocht binnen. Resultaat? Het oppervlak blijft zuiverder en droger. Voor mij is Always Ultra het maandverband en in mijn job is dat heel belangrijk. Always Ultra voor een zuiver, droger gevoel van bescherming. Kijk, mijn man. Hij is helemaal gek op zijn sweatshirt. Wellicht omdat het zo heerlijk zacht is gebleven. Het is Lenore die het zo donzig zacht en natuurlijk fris houdt. Nochtans heeft dat sweatshirt heel wat meegemaakt. Bijna gooide ik het weg, wat Kiki toen beteuterd. Voel je zoveel beter in de donzige zachtheid van Lenore. Mijn mama kan toveren. Midden in de winter maakt ze zomerijsjes met echte besjes. Merita Topits, je pakt er de smaak mee in. Morgenavond, een film van Oliver Stone. All right, Mr. Gekko. Wall Street. You got me. Fuck! I just bagged the elephant. Gekko. One other chance? Fucking A. You stop sending me information, and you start getting me some. I've got this guy who should know who tells me to buy a Hewlett-Packard, but I've been burned on tips. No. What I see is a jealous old machinist who can't stand the fact that his son's become more successful than he has. I could dump the stock just to burn your ass. He's using you, kid. He's got your prick in his back pocket, but you're too blind to see it. You once told me don't get emotional about Stockport. Don't. You got it. Great spender of other people's money. Big business means big money. Michael Douglas, Daryl Hannah, Charlie and Martin Sheen. Morgen in Wall Street. Volop zon vandaag en dat hadden we te danken aan een hoge drukgebied waarvan het centrum nu boven Oost-Europa ligt. Gebieden met bewolking en regen hebben Ierland en Schotland bereikt en trekken verder naar de Noordzee. Vannacht blijft het helder en vooral in het noorden kan er later mist ontstaan. Morgen wordt het opnieuw een zonnige dag, al komen er later in het westen enkele wolkenvelden opzetten. Bij een zwakke wind uit zuid tot zuidwest schommelen de temperaturen tussen 20 en 25 graden. Dit is de weerkaart voor morgen met een omvangrijk hoge drukgebied over het grootste deel van het Europese continent. Langs de noordflank ervan stroomt warme lucht naar ons toe. Bewolkingszone over de Britse eilanden en de Noordzee komt intussen langzaam opzetten. Zondag kan deze bewolking tot bij ons doordringen. Dit zijn samengevat de vooruitzichten voor de volgende dagen. Periode met zon en zondag meer bewolking, maar geen neerslag van betekenis. Middagtemperaturen rond 23 graden. En zo ziet het weer er morgen in Europa uit. De warmste en zonnigste plekjes zijn in Spanje en Griekenland te vinden. In de Alpenlanden en in het uiterste zuidoosten van Frankrijk komen onweersbuien voor. Regenachtig is het in Ierland, Schotland en in het westen van Scandinavië.
Soldaat Milicien Wouters is morgen paraat. Geef acht voor VTM's familieraad. Herbert Bruinzeels speelt met woorden en kandidaten. Blanco om 8:00. Om 8:30. Big Money and Big Business. Oliver Stone verfilmde het leven van Mr. Gecko, een beursgigant. Het gaat om miljoenen in Wall Street. En tot besluit om 11:00 onze tweede film voor zaterdag. Between Heaven and Hell. Met onze film The Enemy Below schepen we in aan boord van een Amerikaanse torpedojager tijdens Wereldoorlog 2. Kapitein Robert Mitchum is niet erg geliefd bij zijn bemanning. Die denkt immers dat hij maar een zwakkeling is. Tot er een vreemde stip verschijnt op de radar en zowel de kapitein als zijn bemanning moeten bewijzen wat ze waard zijn. Before we came. He's an officer under combat conditions. What was his rank? Captain or what? Lieutenant. Oh, lieutenant. Should have killed him. You're not gonna hit me. If you do, you'll never hit anybody again. Kissing comes naturally to women. Men have to be taught like this. You got a pretty wife, Gifford? I got a pretty wife. I'll bet she's running around with more guys than you can count. I like to beat people. Yeah, Willie, that's what I am. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moet Sam Gifford naar het Aziatische front. En daar wordt hij een heel ander mens. Morgenavond in Between Heaven and Hell. Wij zijn zo gelukkig met de meubelen van Heilen. Meubelcentrale Heilen is niet voor niets de grootste van België. En de prijs viel best mee. Meubelcentrale Heilen. In Kortenberg aan de Oude Baan Leuven-Brussel of in het Noord-Limburgse Peer. Een bezoek meer dan waard. Ook open op zondag. Madame, sorry dat ik u doe schrikken. Hebt u dat Ultra al eens geprobeerd? Nee. Dash Ultra was ultrawit met half zoveel poeder. De helft van de grootte. Echt waar. Neemt u het mee? Oh, niet. Dus mijn man is postbode en heel dingen. Hè? Maar nu, met dat koud weer, met die postbroeken, dat is heel lucht. Ze is wel, maar ik heb die lange onderbroeken, doet hij toch aan? Dus, mijn man, dat was gewoon dat ik ze meebracht. Dus mijn man, die lange onderbroek aan. Ik had die al het weer gewassen. Ze is wel, nou wil ik dat toch nog eens met ultradash doen. Ik zie of dat niet witter wordt. En dat is effectief. Ik zeg, zwaar, dat is dat niet voor je te zien, maar kom dat eens zien. Er is een verschil in ze. Oh ja, zei zich al. Plus heb ik minder gebruik, plus ik heb geen vuurwas gedaan. Dash Ultra, ultra wit, met half zoveel poeder. Dames en heren, een goede nacht. Het heeft lang geduurd, maar de ministerraad is het uiteindelijk dan toch eens geworden om de doodstraf af te schaffen. Ze wordt vervangen door levenslange vrijheidsberoving. De nieuwe wet zal de feitelijke toestand regulariseren. De doodstraf wordt alleen behouden voor zware misdaden in oorlogstijd. De ministers hebben geen akkoord bereikt over het RTT-miljardencontract. Minister van PTT Colla heeft nu een ultimatum gericht tot de regering. Als er volgende week geen beslissing valt, zal hij individueel met de bedrijven akkoorden sluiten. Ook over het boek omtrent Wilfried Martens van Hugo de Ridder is er in de Wetstraat heel wat opschudding. Er is de onthulling dat een kleine groep rond de figuur van BAC-voorzitter de Tremmerie achter de schermen belangrijke politieke beslissingen nam.
Maar wat het meest beroering wekt, is de beschuldiging dat de Trémery als privébankier op de hoogte zou zijn geweest van de devaluatie van de frank in 82. Maar de Trémery zegt dat hij onschuldig is. Tennisfabrikant Snauwaard uit Roeselare is failliet. Er is een verlies van ruim 750 miljoen frank. De rechtbank van Brussel heeft 3 curatoren aangesteld. Snauwaard heeft gisteren nog een aanvraag tot gerechtelijk akkoord ingediend, maar de handelsrechter oordeelde dat de schuldenlast te zwaar is. Door het faillissement verliezen in Roeselare een 60-tal mensen hun baan. Er is nog geen datum vastgelegd voor de vredesconferentie over het Midden-Oosten. Eén ding is zeker, de conferentie komt er. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Baker gezegd na overleg met zijn Sovjet-collega Pankin in Moskou. Nog in dat verband kwam er van president Bush een radicale uitspraak. Om de Arabieren niet voor het hoofd te stoten, wil Bush een lening aan Israël uitstellen. Bush gaat daarmee resoluut in tegen de belangen van de Joodse lobby. De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie gaan vanaf januari alle wapenleveringen aan Afghanistan stoppen. Daarmee willen zij de weg effenen naar vrije verkiezingen. Zowel de Afghaanse president Najibullah, die werd gesteund door de Sovjet-Unie, als de twee belangrijkste islamitische verzetsbewegingen reageerden positief op het akkoord. De Afghaanse regering is bereid om met de rebellen te onderhandelen en hoopt dat Pakistan en Saoedi-Arabië het voorbeeld van de Amerikanen en de Russen volgen. En dan ook nog wat sportnieuws. Op de 15e Memorial Ivo van Damme in het Heyselstadion werden vanavond 3 beste jaarprestaties geleverd. Daarvoor zorgden de Jamaicaanse Merlin Atti en de Amerikaan Michael Johnson op de 200 meter en de Keniaan Moses Kiptanui op de 3000 meter stiepel. En in een vooruitgeschoven wedstrijd van de eerste speeldag in de hoogste basketbalklasse is Charleroi met 59-90 bij nieuwkomer St. Louis gaan winnen. En met Luc de Smet overlopen nu de titels van de weekendkrant. De Morgen opent met de wens tot rechtzetting van de BAC-directeur. En de VS zijn het niet eens met de schendingen van de mensenrechten en de economische chaos. Het laatste nieuws geeft vooraan het verhaal van een brand in een Waregemse home, waarbij een bewoner omkwam. En de regering besliste de doodstraf af te schaffen. Volgens de Gazet van Antwerpen zit het RTT-contract muurvast. En Antwerpen wil dat er werk gemaakt wordt van de waterverdragen. Het Belang van Limburg schrijft dat het de Limburgse economie niet voor de wind gaat. En de terugbetalingen aan Limburgse mindervaliden verlopen uiterst stroef. De Financieel-Economische Tijd meldt dat Belgische topwaarden vooral internationaal verhandeld worden. En het ziet er slecht uit voor het Antwerpse Sportpaleis. In de Standaard lezen we dat 50 gemeenten nog niet klaar zijn met de volkstelling. En Franse en Belgische banken dingen naar de gunst van de spaarder. Ook het Nieuwsblad heeft de vertraging in de volkstelling op de 1. En de nieuwe wet deed een Belgische industrieel aanhouden. Bovenaan in het Volk de afschaffing van de doodstraf. En de teleurgang van de Roeselaarse tennisrakettenfabrikant. Ook de nieuwe Gazet heeft het over de oude wetgeving die toch niet werd toegepast. En een racem beste wereldprestaties op de Memorial. Dat lezen we dus straks allemaal in de kranten en we besluiten met het weerbericht. Vannacht blijft het helder en kan er mist opduiken. Morgen wordt het opnieuw een zonnige dag, al komen er later enkele wolkenvelden opzetten. De temperatuur schommelt tussen 20 en 25 graden. En zo besluiten we onze laatste nieuwsuitzending van de dag, dames en heren. Ik wens u nog een hele goede nacht. Slaap lekker en graag tot morgen. De meest uitgebalanceerde ambiancezaak. De James. De klasse discotheek. Elke zaterdagavond. De zaak waar je je knetter amuseert. De James. Dat is heerlijk dansen. Dancing Discotheek James. James. Dancing Discotheek James. Leuvense Steenweg in Bies. Come on, the band!